Burgemeester, u bent net in de moskee geweest onder andere. Wat heeft u daar aangetroffen? Ja, in de moskee veel mensen die naar de televisie zitten kijken om maar wat meer gevoel te krijgen hoe erg het met hun familie is. Dat is lastig, want ze krijgen moeilijk contact. Dus ze zijn erg afhankelijk van de nieuwsberichtgeving uit Turkije. En wat daar ook gebeurt is dat er heel veel materiaal wordt ingezameld om goederen, dekens, dat soort dingen, kleren om naar Turkije te sturen. En u komt net terug vanaf de vluchtelingenboot. Hoe was de sfeer daar? Ja, hier is het verdriet wel heel groot, omdat ze nog moeilijker dan in Turkije contact kunnen krijgen met hun eigen familie. Maar vooral ook omdat de hulpverlening in Syrië gewoon eigenlijk niet op gang komt. Dus mensen liggen onder puin en gaan dood. En er is gewoon geen hulp. Er wonen ongeveer 6800 mensen van Turkse afkomst in Deventer. Wat kunt u voor hun betekenen? Ja, voor de Turkse gemeenschap, vandaag is het vooral gisteren ook laten blijken hoe we meeleven. Dat de Deventer gemeenschap ook heel erg meeleeft. Op lange termijn kunnen we wel kijken of we ook wat echte hulp kunnen gaan bieden. Maar dat laat ik nog even liggen. Nu gaat het er vooral om te laten zien dat de Deventer gemeenschap meeleeft met de Turkse en ook de Syrische gemeenschap.